Nu het binnenland voor een groot deel over land bereikbaar is, zien de dorpen langs de weg veel potentie in de toerismesector. Hoe meer het binnenland wordt ontsloten, hoe aantrekkelijker het wordt voor een ieder. Basja Walter Willems van het dorp Boslanti beseft dat het dorp eigen inkomsten kan werven door toerproducten te verkopen. Er zijn hier wat mogelijkheden voor toerisme hier. We hebben mooie villa's hier. Genieten. Als je verderop gaat, die laatste stroomversnelling, eentje beneden waar. Dus zo zijn er verschillende mogelijkheden hier. Zandbanken en zo, waar je lekker kan relaxen. Weekendje. Dus dat. Wat heeft u allemaal nodig om zo'n toerismeactiviteit te organiseren? Nou, ja, eerst de vervoer. Ja, de mannen die een boete hebben, die zijn er. Is gewoon melden. Ja, oké, weekend kom ik hier. Zoveel mensen. En wordt je gewoon een tour aangeboden. Lekker op de rivier. Zie je lekker op de zandbank gaan liggen met je bikini en zo. Dus ja. Dat is het. Het dorp telt ruim 500 mensen. Maar omdat er nauwelijks ontwikkeling is, trekken veel dorpsbewoners naar de stad, zegt Willems. Nou, op dit moment, de meeste mensen zijn nu in de stad. En de meeste mensen die kinderen hebben, brengen kinderen naar de stad om verder onderwijs te volgen. Want hier heb je tot de 6e klas. Dus dat is het hele probleem. Vroeger, 500 zoveel mensen had je hier. Je ziet die huizen tegenwoordig, zijn die huizen leeg. Dus het kan, misschien 30 personen maar die je hier vindt. De meeste mensen zijn nu naar de stad. Maar ze komen wel terug? Ja, zeker. Weet je, vooral tijdens de vakantiefeestdagen. Als je dat er een drukte in het dorp is. Tot zover Basja Willems van Boslanti. Hij is er voorstander van dat het binnenland wordt ontsloten, zodat de economische activiteiten beter op gang komen.